Sietske, ik ben Mette. Nou, ons profielwerkstuk is iets anders dan normaal. We hebben ervoor gekozen om het niet op papier te zetten, maar we hebben een film gemaakt. Dit hebben we met de organisatie What If You Change gedaan. What If You Change werkt vanuit de site, die site zit hier achter ons. What If You Change is een organisatie die zich bezighoudt met het herstel van ecosystemen op aarde. Je kunt op deze site vragen stellen aan reporters. Die reporters werken voor What If You Change over de hele wereld. Ook kunt u vragen stellen aan John Marie. Misschien kent u hem wel. Hij is een documentairemaker en heeft heel veel kennis over ecosystemen. What If You Change staat vooral voor duurzaamheid. En daarom hebben wij gekozen voor het onderwerp ontbossing. En dan specifiek dus in de landen Bolivia, India, Bonaire en Mali. U gaat naar het kopje Story en drukt daar de Deep Tower School Project in. Dan komt ons hele profielwerkstuk op het scherm. En allereerst vonden wij het leuk om jullie ons introductiefilmpje te laten zien, dus daar gaan we nu eerst eventjes aan kijken. Hello, my name is Mette and Sietske. I'm 18 years old. My name is Sietske Lomans and I'm 17 years old. I'm in the last year of high school. All of the students at our school have to make a project, and our project is about the deforestation of the whole world. We saw your movies on the website What If We Change, and we are really excited about it. Do you notice any effects of deforestation in the near area? Deforestation is there in Garo Hills. The reasons would be quite different from what it is in other parts of the world. Here, because our traditional method of cultivation involves juming, which is also known as slash and burn. De lokale bevolking die gebruik maakt van de methode slash and burn weten dat dit niet goed is, maar zij hebben eigenlijk geen andere alternatieven. Wij denken dus als de lokale bevolking goed opgeleid wordt en niet meer gebruik maakt van slash and burn, dat daardoor de kwaliteit van de bodem intact blijft. Nou, we gaan nu door naar Bonaire. Op Bonaire komen eigenlijk bijna geen bossen meer voor. Dit komt onder andere door het koloniale verleden. Vroeger konden de boeren, de Kanoekeroes, makkelijk leven van het houden van geiten. Want zij konden namelijk veevoer krijgen voor een betaalbare prijs. Maar omdat die prijzen nu veel duurder zijn, laten zij dus die geiten los rondlopen. Waardoor al die geiten alles dus opeten. En Bonaire heeft daardoor nog maar heel weinig begroeiing. Door het waterzuiveringssysteem hebben ze dus weer meer water en daardoor kunnen ze jonge gewassen laten groeien. Deze gewassen verkopen ze dan op de markt voor een eerlijke prijs aan de boeren. Aangezien wij zelf ook welvarender zijn geworden van het ontbossen, is het oneerlijk om dat van andere landen af te nemen zonder daar eigenlijk iets voor terug te geven. En wij denken dat daarom RED, R-E-D-D, de perfecte oplossing zou zijn. En wat RED nu eigenlijk is, dat gaan we kijken in de volgende. RED is a new international framework to help stop deforestation. It stands for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries. Why do we need RED? Because destroying tropical forests releases more carbon dioxide than the entire global transport sector. Without a solution to deforestation, there won't be a solution to climate change. Under RED, industrialized countries will pay developing nations to keep their forests standing. RED gaat alleen goed werken als er een goede samenwerking is over de hele wereld. Dit moet dus ook op globaal niveau, maar ook op nationaal niveau en op lokaal niveau. Met RED denken wij dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot en het opnemen van de CO2 weer uit de lucht. Wij denken dus eigenlijk dat als RED goed zijn werk gaat doen, hierdoor het mondiale probleem van ontbossing kan worden tegengegaan. En wij vinden dat dus een hele goede oplossing hiervoor. Nou, dit was dus onze presentatie. Als jullie dus ons hele profielwerkstuk willen bekijken, moeten jullie dat zeker doen. En dat was het.